Hey, hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat ik het van jou eventjes wil hebben over een iets nogal wat beladen thema. In die zin het concept daders versus slachtoffers of slachtoffers versus dader, maar bekeken vanuit een hoger bewustzijn. Waarom? Omdat wanneer je ook dat concept bekijkt vanuit een hoger bewustzijn, helpt jou dat om nog meer los te komen van de dualiteit. Het concept dader versus slachtoffer bestaat immers niet voor jouw ziel. Jouw ziel, wat eigenlijk de ware jij is, de werkelijke jij is, die kent alleen maar eenheid en alleen maar de lessen, de levenslessen die er zijn. Want niemand wordt er immers geboren als dader en laat staan dat je een stempel op je kont of ergens op je lichaam krijgt of een tattoo krijgt, wanneer je voorbestemd bent om een slachtoffer te zijn. Zo werkt het niet. En dat zal je ondertussen wellicht al wel duidelijk zijn, maar toch stoot de manier van kijken, wat ik je nu ga uitleggen, op veel weerstand. En daar ben ik eigenlijk al mijn hele leven van bewust. Maar daar gaat het nu in dit stukje niet over. Maar kijk maar gewoon in de geschiedenis. Daders werden vaak verstoten en nog. En vroeger werd dan zelfs het leven ontnomen, en in sommige landen denk ik zelfs ook nog. En tegelijkertijd moet je beseffen dat het gedrag dat zij stellen ook deel uitmaakt van het hogere geheel. Alles is verbonden met elkaar vanuit de zielslessen die we te leren hebben. En op het ogenblik dat je dan meer de eenheid in jezelf integreert, dan zal je kunnen ervaren hoe onvoorwaardelijke liefde voelt, hoe dat eenheid voelt. Want tenslotte, onvoorwaardelijke liefde heelt alles en iedereen. Want met een hoger, ruimer bewustzijn ga je ook de ziel zien achter het ego, achter dat macho gedrag of achter de rol dat iemand aanneemt. Je verbindt je van hart tot hart en geen enkel trauma of schaduw schrikt mij daarom af, omdat ik weet dat het mijn essentie niet raakt. Ik ben geen slachtoffer, maar een meester geworden. In die zin dat ik zelf bepaal wat het tot mijn realiteit hoort en wat niet. En wanneer je meer en meer gaat leven vanuit dat hoger bewustzijn, ga je ook die emoties en de ballast van een andere persoon herkennen en erkennen, maar je laat de emoties van iemand anders jou niet langer beïnvloeden. Je leeft mee zonder dat het jouw eigen emotionele evenwicht uit balans brengt. Leeftijd, geslacht, afkomst van een slachtoffer of dader, dat maakt eigenlijk niks uit. We zijn allemaal zielen die hier op aarde lessen komen leren. En inderdaad, wanneer iemand iets meemaakt als slachtoffer of als dader, dan beïnvloedt dat ook een hele entourage, de hele omgeving, alle mensen die erin betrokken zijn, de ouders, familieleden, noem maar op. Maar besef ook dat we de ene keer de rol van een slachtoffer aannemen en de andere keer de rol van een dader. En niet alleen tijdens verschillende levens, vorige levens dan, maar ook in dit huidige leven krijg je verschillende rollen, neem je verschillende rollen aan doorheen je ganse leven. Want dat is de manier waarop dat wij als ziel hier in een mensenlichaam, in ons fysieke lichaam, ervaringen opdoen. Nu, hoe verder je ziel groeit en evolueert en dus dichter terug bij die eenheid aankomt, hoe minder je ziel nood zal hebben aan dergelijke extreme situaties waarin dat die dualiteit wordt geuit en ervaren. Dus hoe meer eenheid dat je in jezelf geïntegreerd hebt, hoe meer eenheid er ook gaat weerspiegeld worden in jouw buitenwereld. Bovendien nemen zielen soms de ondankbare taak op zich om andere zielen te gaan kwetsen, om andere zielen uit te dagen en om hen dus eigenlijk te triggeren. Enkel en alleen als doel, zodanig dat die bewust kunnen worden van de diepe wonden in zich. En op het moment dat je bewust bent over die wonden, dan kan je ze natuurlijk gaan helen, kan je ze gaan transformeren. Nu, bij sommige zielen gaat het slechts over het triggeren van individuele zielen. En dan ga je gewoon in je eigen leven ook ervaren hebben. Mensen die op je pad komen, die jou iets hebben aangedaan, die jou een onrecht hebben aangedaan, die jou hebben bedrogen, wat het dan ook maar kan zijn.
Maar besef dat die dat ook doen vanuit een eigen trauma, een eigen gekwetstheid. Dus bij die zielen, bij de meeste mensen, gaat het eigenlijk slechts over enkele individuele zielen, waarmee dat die ook een zielsafspraak hadden daaromtrent. Andere zielen nemen dan de taak op zich om volledige familielijnen te zuiveren van karmische patronen en van karmische systemen. En dan nog andere zielen komen hier om te helpen bij het zuiveren van het collectieve bewustzijn. En dan denk ik maar aan de terroristen, aan bepaalde soorten tirans, als we ze zo als met dat label mogen gaan bestempelen. Maar je snapt dat waar ik heen wil. En dus die mensen zijn hier ook gekomen om het eigenlijk de grotere evolutie ook mogelijk te maken. Want als dat niet allemaal zou gebeurd zijn, dan zouden wij ook niet massaal wakker worden en gaan beginnen nadenken van waar zijn we in godsnaam mee bezig. Dus dit alles is afhankelijk van de zielsafspraken die diep bewuste zielen gemaakt hebben. Net zoals de lessen die zij ook zelf verder als ziel willen leren in deze incarnatie en in volgende incarnaties. Dus het is belangrijk dat je jouw nodige schaduwwerk doet. Dat je het licht en het donker in jezelf gaat uit gaan balanceren. En dat je zelf gaat gaan healen, want dat brengt niet alleen eenheid in jezelf, dat brengt ook vrede en eenheid in de wereld. Veel zielen zijn nog gekwetst. En die trauma's en wonden worden door die gemaakte zielsafspraken, zoals ik daarnet ook heb uitgelegd, die worden getriggerd. Met als doel de ontwaking van die ziel te manifesteren. Met als doel de ziel de kans te geven om bewust te worden, om zijn bewustzijn te verruimen en de nodige lessen te gaan leren. En ja, ik weet dat sommige zielen die de rol van dader op zich genomen hebben, dat je zou kunnen zeggen dat er sprake is van persoonlijkheidsproblemen of gedragsproblemen. Maar ook daar, wees je ervan bewust dat ook dit, dus het feit van het hebben van een bepaald probleem, van een bepaalde persoonlijkheid, dat dat eigenlijk ook deel uitmaakt van het grotere plan. Want ook omgekeerd word je ook geboren met alle talenten die je nodig hebt om aan alles te voldoen waarvoor je intekende in het leven. En naar welke richting dat ook werkt, in de richting van het daderschap of slachtofferschap, het maakt niet uit. Het gaat erom dat we lessen leren, dat we onze ziel verder ontwikkelen. Want als je nu eerlijk bent met jezelf, dan ga je ook mogen toegeven dat je zelf ook al verschillende mensen hebt gekwetst. Bij sommigen gaat dat eerder opzettelijk zijn, bij anderen gaat dat eerder onbewust zijn. Dus wat dat je ook doet, wat dat je ook ervaart, begin of leer het te bekijken dat het vanuit het hogere bewustzijn, vanuit een hoger aspect. En zie dat alles er is voor ieders hoogste goed. Ook al lijkt dat niet altijd zo in eerste instantie. Nu, hoe meer je leert te leven vanuit een hoger bewustzijn, hoe meer je zal zien dat je veel obstakels en veel problemen en relaties ook kan oplossen vanuit de 5D. Dus eigenlijk vanuit een energetisch aspect. Waarbij dat jij jou richt tot de hogere zelf en de ziel van die andere persoon. Waardoor dat je eigenlijk de verdedigingsmechanismen van het ego kan gaan omzeilen. Zeker als je geconfronteerd wordt met iemand die eigenlijk nog niet ontwaakt is en ze nog niet bezig is met zijn spiritualiteit, met het verruimen van zijn bewustzijn, besef dat het misschien ook niet de bedoeling is dat die persoon daar in dit leven aan werkt. En dan is het handig om een probleem, een obstakel, eigenlijk energetisch op te lossen. Waardoor je gaat merken dat dat ook zich zo gaat manifesteren in de realiteit. Dus net zoals met elke andere wens, met elk andere punt, zaak, situatie dat je wil gaan manifesteren, het ontstaat altijd eerst op het energetische vlak en komt dan zo eigenlijk in fysieke realiteit terecht. Dus ook problemen kan je op die manier gaan aanpakken. En net door met energie aan de slag te gaan, ga je merken dat je op die manier de negatieve lading die er nog zou zijn ten aanzien van personen uit je verleden of ten aanzien van bepaalde situaties, dat je die kan gaan transformeren en gaan loslaten. Zodat ze jou niet meer beïnvloeden, vooral niet meer negatief beïnvloeden. Dus je gaat het misschien wel nog herinneren, maar er gaat geen emotionele lading meer aan gekoppeld zijn. Ik maakte samen met mijn lichtteam ook een transitie, een healing, waarbij dat je door met de vlam van voltooning te werken een cyclus kan afronden,
karma kan uitzuiveren, energetische koorden kan gaan doorsnijden en de regie kan gaan binnen. Hierdoor kan je de geleerde lessen volledig achter je laten en ben je niet meer verplicht om eigenlijk iedere keer weer opnieuw een cyclus te gaan doorlopen en eigenlijk een les te gaan doorlopen. Kan je eigenlijk het hoofdstuk afsluiten en doorgaan naar de volgende les. Ik ga de link naar die transitie onderaan deze video opnemen, zodat als je interesse hebt dat je die kan aanschaffen. En eenmaal aangeschaft kan je die eigenlijk zo vaak beluisteren als dat je zelf wenst. Weet ook dat je altijd, of dat nu deze transitie of healing is of een andere healing is, dat je altijd hetgene ontvangt wat je nodig hebt. Ook als het gaat over het bekijken van video's, ook als het gaat over het lezen van blogs. Je komt altijd in contact met hetgeen wat je nodig hebt en dat is altijd de reden waarom je nu op deze video terechtkomt. Dus stel jezelf de vraag van wat kan ik hieruit meenemen naar mijn eigen leven? Misschien ben je ooit het slachtoffer geweest van een heel trauma of voel je je schuldig rond iets wat je ten opzichte van iemand anders hebt aangedaan. Maar ook daar kan je hulp vragen aan jouw lichtteam en vragen van om daar meer inzicht in te mogen over ontvangen. Mocht het zijn dat je daar zelf nog niet in slaagt, dan kun je natuurlijk altijd beroep doen op mij en mijn lichtteam om daar wat meer inzichten en meer informatie over met jou over te delen. Nu, zoals altijd ook, mocht je ondersteuning nodig hebben in het nog verder belichamen van je spiritualiteit en jouw dagelijks leven, waarmee dat ik bedoel dan dat spiritualiteit niet iets is dat je gewoon een half uurtje op een dag gaat aan mediteren, maar dat je echt doorheen je hele dag kan gebruiken, ook dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen, om te kijken op welke manier dat we kunnen samenwerken. En voor de rest wens ik jou oneindig veel liefde en licht toe. En hoop ik jou te zien in de volgende video. Dag!